Onder grote druk ging hij zaterdag alsnog overstag. Hugo de Jonge kondigde aan dat ook cruciale medewerkers in de ziekenhuizen inmiddels vooraan staan bij het uitdelen van vaccinaties. De mededeling kwam nadat Diederik Gommers van de IC's en Ernst Kuipers van de ziekenhuisbedden op de drempel van het nieuwe jaar in Nieuwsuur de noodklok hadden geluid. De ziekenhuiszorg dreigde compleet vast te lopen door de toestroom van telkens maar weer nieuwe coronapatiënten en steeds meer verpleegkundigen die met klachten thuis zitten. Geef ons dat vaccin, was de boodschap. We kunnen maandag al beginnen met prikken. GroenLinks-leider Jesse Klaver klom direct in de pen en stelde per ommegaande Kamervragen en liet dreigend weten op Twitter: regering, luister naar de oproep van Gommers en Kuipers, anders gaat het kabinet dinsdag een zwaar debat tegemoet. Nou, die vaccins die kwamen er, althans de toegang tot die vaccins. Maar maandag, vandaag dus, wordt er niet geprikt. Dat wordt vrijdag. Het kost er ook Kuipers en Gommers meer tijd om de hele organisatie op poten te zetten. Jesse Klaver is als gezegd de leider van GroenLinks. Meneer Klaver, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, geen prikken dus vandaag voor de ziekenhuismedewerkers. Nee. Nou, het goede nieuws is dat ze in ieder geval wel komen. Maar het is zonde dat het niet nu al gebeurt. Als er eerder toe was besloten, had dat wel gekund. Ja, kan het ook zijn dat Gommers en Kuipers iets te hard van stapel zijn gelopen afgelopen woensdag bij Nieuwsuur? Waarom zou dat? Nou ja, zij zeiden, we kunnen maandag al beginnen. En Ernst Kuipers zei afgelopen zaterdag op deze zender, ja, het kost toch iets meer tijd, wordt vrijdag. Ja, als ze op woensdag hadden kunnen gaan voorbereiden, was die maandag erg in de buurt gekomen. Nu was pas op zaterdag het besluit dat er ingeënt zou gaan worden. Maar goed, al met al, ik denk dat als eerder deze keuze was gemaakt, dat we hadden kunnen gaan beginnen. Wat het vooral laat zien, is dat het vaccinatiebeleid, de vaccinatiestrategie niet op orde is. En dat is heel zorgelijk. Ja, kan het ook zijn dat minister De Jonge een punt heeft als hij zegt, jongens, zo simpel is het allemaal niet? Ja, maar dat geldt eigenlijk voor al het werk wat we hier in Den Haag doen. Zo simpel is het niet. Beleid maken is heel moeilijk, zeker als het gaat over de coronapandemie. Alleen dit is echt iets, deze vaccinatiestrategie. Dit zagen we van ver af aankomen. We wisten al in juni welke vaccins er zouden gaan komen een keer in de tijd. En dat hadden we kunnen voorbereiden. En je ziet dat in andere landen bijvoorbeeld wel heel goed is gebeurd. In Duitsland, in de UK, in Frankrijk, op allerlei plekken wordt nu gewoon, zijn we niet aan het praten wie zullen we gaan inenten, maar wordt er, as we speak, ingeënt. Ja, dat is echt een andere situatie dan in Nederland. Dus dat is gewoon niet goed gegaan. Meneer Klaver, we moeten praten. Welkom bij 1 op 1. Ja, u zegt dat is niet goed gegaan. U hebt zware kritiek ook in de eerste minuten van deze uitzending op het vaccinatiebeleid van het kabinet. Wat betekent dat voor het debat morgen? Nou ja, morgen wordt volgens mij een heel stevig debat. Zeker als het gaat over die vaccinatiestrategie. En er zijn toch wel serieuze zorgen over het functioneren van de minister van VWS. De vraag is wel, hoeveel fouten kan je blijven maken? Die worden voortdurend gemaakt. En dat is dus ook een vraag die ik aan de minister-president heb, aan Mark Rutte. Op welke manier hij daarnaar kijkt en hoe we ervoor gaan zorgen dat dit beter gaat de komende tijd. Ja, u bent een van de mensen uit de oppositie. Dus als u die vraag stelt, hebt u het antwoord voor uzelf al wel gevonden? Nee, zeker niet. Ik zie wel grote problemen die er zijn. Ik heb wel ideeën over hoe je dit zou kunnen oplossen. Maar je kan niet blijven zeggen, het is een heel ingewikkeld vraagstuk. We sturen in de, we varen in de mist. We zien niet alles stapje voor stapje. Je moet flexibel blijven. Ja, je ziet dat er eigenlijk de strategie en ontbreekt. Zeker als het gaat over het vaccineren. Dezelfde fouten worden gemaakt als ze zijn gemaakt bij het testen. Ja, en dan ben ik toch ook allereerst benieuwd, hoe kijkt de minister-president? Hij is verantwoordelijk voor de aanpak van het coronabeleid. Hij is ook verantwoordelijk voor zijn ploeg. Hij is verantwoordelijk voor minister De Jonge. Ja. Hoe ziet hij dat voor zich? Maar uiteindelijk bent u verantwoordelijk voor het geven van steun aan de regering. Met de 149 andere Kamerleden. Zeker. Het kabinet blijft zitten als u vindt dat ze moet blijven zitten. Ja, dat klopt. Komt die machtsvraag aan de orde morgen, denkt u? Nou ja, dat weet ik niet. Ik wil allereerst beginnen bij de constatering. En ik vind het belangrijk dat het kabinet dat erkent. Er is een probleem in het functioneren met de minister van VWS. En de vraag is, hoe gaan we dat oplossen? Ik heb daar eerder een voorstel voor gedaan. Hè. Dat is toen afgewimpeld door Mark Rutte. Ik zei, maak nou eens een aparte minister voor testbeleid. Er ligt zoveel op het bordje eigenlijk van de minister van VWS. Ja. Kom met een aparte minister voor het testen. Dan blijft er meer ruimte over, bijvoorbeeld voor die vaccinatiestrategie. Dat was niet nodig. Nou ja, dat is weer een voorstel wat ik ook op tafel zal leggen. Kijk, we moeten waken dat het een afrekening wordt met individuen of personen. Ik wil zorgen dat dat coronabeleid, de aanpak daarvan, niet in gevaar komt. Nee, en dat is het nu wel. En daar wil ik horen, wat gaat het kabinet daarop doen? Ja. En als het kabinet daar niks aan wil veranderen, als ze niet zien dat er een probleem is, dan zou die vraag op tafel kunnen komen. Ja, maar u zegt net, hoeveel fouten kun je maken? Het gaat hier niet om de persoon. Het gaat hier om een fractievoorzitter van een oppositiepartij die in zijn functie de functie controleert van de minister van VWS.
Zeker. Dus het gaat niet om Jesse Klaver persoonlijk en het gaat ook niet om Hugo de Jonge persoonlijk. Het gaat ook niet om hoe hard jullie allemaal je best doen. Het gaat om een zakelijke en politieke afweging over iemands functioneren. En het gaat om resultaten, want dat is het allerbelangrijkste. Het gaat over de resultaten, dat we Nederland zo goed mogelijk door deze pandemie helpen. En dat het vaccineren zo snel mogelijk kan beginnen. En ziet u dan voldoende resultaten? Nee, op dit moment zie ik niet voldoende resultaat. En dat baart zorgen. En daarom zeg ik, en daar begint het bij die erkenning, en die wil ik morgen van het kabinet hebben. Ja. Er is een probleem in dat functioneren. En dat kan op verschillende manieren worden opgelost. Ja. U gaat gelijk naar de vraag, moet je dan wisselen? Nou ja, dat zou kunnen. Maar, ik zeg, er zijn nog een aantal opties voor. Ja. Je kan ook kijken of je taken anders moet verdelen. En dat is eerder gebeurd, hè. Martin van Rijn is op een gegeven moment er ook weer bijgekomen. Ze hebben Feike Sibesma eerder als speciaal gezant ingevlogen. Ja. Er zijn allerlei opties. Daar gaat wat mij betreft het debat morgen over. Over dat functioneren. Nee, goed, en dat wil ik van de minister-president horen. Ja. Nou goed, het gaat mij ook niet per se om de poppetjesdiscussie, maar het gaat mij wel over de politieke discussie. Want u bent met z'n allen daar vanuit de oppositie, en trouwens ook vanuit de coalitie de laatste tijd, valt mij op, wel steeds kritischer aan het worden richting dit kabinet. En zeker in de richting van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En dat is meneer De Jonge. Staat zijn geloofwaardigheid wel op het spel? Nou, wat... Ja, zeker. Maar dat staat voor iedere politicus, om eerlijk te zijn. Waar het mij om gaat... Nou, er zijn heel veel debatten bij de geloofwaardigheid. Niet elk debat zomaar zo op het spel staat. Nee, klopt. Dat is waar. En dat is bij deze minister wel. Dat komt omdat er iedere keer komen er weer konijnen uit de hoge hoed. Zie je dat er dat eerst in het ene debat is het niet mogelijk om beleid te maken. Het andere debat is het toch wel mogelijk. Er is een zwabberkoers. Dus ja, daar zijn ze wel degelijk problemen. Daar zal ook het debat over gaan. Maar waar het mij om gaat, is niet zozeer de geloofwaardigheid van de minister, maar is de effectiviteit van het beleid. En het vaccineren, daar hebben we voor de kerst een heel indringend en heel stevig debat over gehad. Ja. En ik zie daar geen verbeteringen op dit moment. Dus? Dus is daar een probleem. Dus zeg ik, en dat is een hele harde conclusie, er is een probleem met het functioneren van de minister van VWS. Dat moet opgelost worden. Dat kan op allerlei manieren. En daar gaan we morgen het debat over voeren. Maar de vraag is of wie dan ook die deze portefeuille invult, of die het beter zou doen dan de huidige minister. Want als je kijkt waar hij tegenaan loopt, althans naar eigen zeggen, er komt telkens elke dag weer nieuwe informatie over al dan niet toelaten vertragingen bij de verschillende vaccins. Over de verpakkingen van vaccins. Hoewel daar ook weer is over geschreven dat de topman van Pfizer heeft gezegd dat wisten ze in oktober al. Ja. De jongen zegt dat wisten we later pas. Ik heb met André Rauwvoet hier wel eens aan tafel vlak voor de jaarwisseling gezeten. En die zei, ja jongens, luister, we moeten echt wel alle specificaties van die vaccins weten. Dat moet in een computersysteem. Anders dan krijgen we straks dat de verkeerde mensen worden gevaccineerd. Of mensen te vaak worden gevaccineerd of niet vaak genoeg. Dat moeten we echt allemaal wel op orde hebben. Met andere woorden, hebt u ook niet een beetje makkelijk praten? Dat zou je kunnen zeggen. Zoals ik zou kunnen zeggen, dat is ook een hele makkelijke vraag. Kijk, waar ik naar kijk is het buitenland als voorbeeld. Want alle informatie waar wij mee te maken hebben... En alle veranderingen van informatie, dat is ook wel andere landen mee te dealen hebben. Dus kijk naar Duitsland bijvoorbeeld. Ja. Daar waren ze dit najaar, al in oktober meen ik, volledig op orde. Daar hadden ze volledige vaccinatielocaties ingericht. Waren de mensen opgeleid. Iedereen stond daar klaar voor als het vaccin zou komen om gelijk te beginnen. Ja. Hetzelfde geldt in de UK. Ja. En dat is daar ook gebeurd. Dat hebben wij dus niet gedaan. Nee, en... maar dat was ook niet nodig, zeggen ze bij het RIVM. Want oorspronkelijk zouden wij namelijk een hele andere groep gaan vaccineren. Namelijk mensen in de verpleeghuizen. En wij hebben hier een fijnmazig vaccinatienetwerk... vanwege de griepvaccinaties. Dus met andere woorden, vanwege het feit dat die verpakkingen... niet pasten bij dat systeem... Moesten wij op een gegeven moment om. Maar zodra wij met andere vaccins weer in ons fijnmazige netwerk kunnen gaan vaccineren, lopen we straks die achterstand helemaal in. Ja, en dit is precies, daar vertelt u het, ik had het niet beter kunnen vertellen. Dit is precies waar mijn kritiek zit op hoe het kabinet het aanpakt. Omdat uiteindelijk moet de organisatie volgt strategie, niet de strategieorganisatie. En wat wij in Nederland doen is voortdurend zeggen, in Nederland zijn wij zo georganiseerd. En dit is precies hoe we dan aan de slag gaan. Dat gaat helemaal niet. We zitten niet in een situatie van business as usual. De situatie van zo'n pandemie is volstrekt anders. En dat betekent dat je een crisisorganisatie moet bouwen... die buiten de gebaande paden gaat. Bij het testbeleid werd precies hetzelfde gezegd. We hebben een hele fijnmazige structuur, weet ik nog, van de laboratoria. Ja. Kleine, schalige laboratoria. Wat was het resultaat? Veel minder testcapaciteit dan in andere landen. Nu werd er gezegd, we hebben een hele fijnmazige structuur om te vaccineren.
We zien het daar weer misgaan. Wat er nodig is, is niet fijnmazige structuren. Wat er nodig is, is massa. En dat is wat het kabinet maar niet wil begrijpen. En daar moet de minister wel degelijk op ingrijpen. En ja, ik hoor ook de GGD's, ik spreek ook met ze. Ze blijven voortdurend maar praten over hoe geweldig de infrastructuur is die we hebben. Maar, daar ben ik het mee eens. Hè. Dat is, ik heb kleine kinderen. Ja. Dus ik kom nog regelmatig op het consultatiebureau waar ze een prik krijgen. Dat is echt van wereldklasse, fantastisch. Ja. Niks aan veranderen. Ja. Maar als het gaat over het vaccineren tegen corona, dan heb je grootschaligere locaties nodig. En dat is gewoon nu niet aan de, dat is niet aan de hand. Maar goed, u hebt vast ook de Volkskrant gelezen afgelopen weekend. Of vlak daarvoor zelfs. Daar stonden twee heren van het RIVM die verantwoordelijk zijn voor de vaccinatiecampagne. Namelijk Jaap van Delden en Hans van Vliet. Van Delden zegt, wij waren ook liever vroeger gestart, maar het belang daarvan wordt nu een beetje overschat. En Van Vliet zegt later, waarschijnlijk zullen veel mensen eind 2021 terugkijken en denken, waar ging dit over een weekje eerder of later beginnen? Ja. Ik quote ze letterlijk. Ja, zeker. Ik ben het daar gewoon pertinent niet mee eens. En dan moeten we eigenlijk terug naar de eerste televisietoespraak van Mark Rutte. En daar had hij het over. Toen ging het nog over de groepsimmuniteit. Ik weet niet of we dat allemaal nog kunnen herinneren. Zeker. En daar lijkt het wel op, als deze mensen van het RIVM daarover spreken, lijkt het wel of het gaat over groepsimmuniteit. Dus dat we moeten gaan inenten om zo snel mogelijk die groepsimmuniteit te bereiken. En dan maakt een weekje meer of minder niet uit. Dat klopt. Maar wat je dan vergeet is dat het vaccin ook individuen kan beschermen. Dus daarom de oproep van Gommers en Kuipers. Alsjeblieft, vaccineer onze mensen die op de IC's moeten werken. Want als zij niet ziek worden, kunnen wij meer mensen helpen. Oftewel, een week vaccineren maakt voor heel Nederland of voor het bereiken van groepsimmuniteit misschien niet zo heel veel uit. Maar voor het beschermen van individuen is het cruciaal. En daarom vind ik het veel te makkelijk om te zeggen, ja, een weekje later of korter of later, dat maakt niet zoveel uit. Dat is gewoon niet waar. Maar zelfs dan, als je vandaag zou zijn begonnen met het vaccineren van die 30.000 verpleegkundigen in de essentiële zorg, zal ik maar zeggen, de ziekenhuizen, die met COVID-patiënten werken, dan hebben ze nog een tweede prik nodig, want het gaat hier om dat Pfizer-vaccin, BioNTech. Ja. Daar heb je er twee van nodig, dan moeten er een week of drie tussen zitten, dus dan kom je pas eind januari zo'n beetje uit. En dan is de piek vermoedelijk in de zorg al voorbij. Met andere woorden, dan ben je sowieso te laat, toch? Ja, laten we hopen dat de piek dan voorbij. Kijk, maar dit is ook interessant. Dit kunnen we niet verwijten. Want het vaccin kwam pas eind december. Dus als we nou begin januari waren gaan inenten en je was dan halverwege januari klaar geweest, dan was het nog steeds van belang geweest. Dan laten we hopen dat de piek niet dan al voorbij is. Maar ik vrees het ergste. Maar eind december hadden we kunnen beginnen. Toen was het goedgekeurd. En toen zijn we niet begonnen. Als je dan begint, drie weken later is dan de eerste batch, kan je dan dubbel hebben ingeënt. Ja. Dat is niet gebeurd. En nu zit je pas in februari. En dat is precies waar mijn kritiek zit. In een pandemie, in al het hele leven, er kan van alles veranderen, voortdurend. Maar waar je moet denken zijn scenario's. En dat hebben we niet gedaan. We hebben gedacht, in Nederland zijn we supergoed georganiseerd. Ja. We houden het bij de structuren die we hadden. Nee, je moet denken in scenario's. Welke vaccins kunnen er komen? En alles moet op dit moment nu klaarstaan. Dan hebben we het nog over de aantallen vaccins. Want vooralsnog is alleen Pfizer beschikbaar. Daar hebben we er 500.000 van gekregen. Maar je moet twee keer prikken, zoals ik net al zei. Dus er kunnen 225 mensen kunnen er grofweg worden ingeënt. Ik heb eens even met de hulp van mijn collega's op de redactie een rekensommetje gemaakt. Maar er zijn ook de huisartsen staan nu in de rij voor het vaccin. Dat zijn er in dit land bijna 13.000. We hebben bijna 11.000 zorgverlenend ondersteunend personeel bij de huisartsen. We hebben 30.000 mensen van de acute zorg in de ziekenhuizen. We hebben in de oudere zorg, die voorrang zou krijgen, ruim 290.000 mensen volgens de cijfers van Actis. In de thuiszorg 143.000 volgens de cijfers van Actis. En de gehandicaptenzorg, die ook voorrang zou moeten krijgen, 180.000. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit zijn er alles bij elkaar vele malen meer dan er nu op dit moment beschikbaar is aan vaccins. Ja, dat klopt. En nu? Nu moeten zo snel mogelijk die andere vaccins komen. Maar waar ik naar kijk en wat het kabinet moet doen, is waar heb je invloed op en waar heb je geen invloed op. En we hebben die vaccins besteld. En nu is het wachten totdat de volgende lading wordt geleverd. En maar wat wij moeten doen, is zorgen dat als die lading er komt, dat zodra het op Nederlandse bodem komt, dat je gelijk kan gaan inenten. En dat is wat we moeten voorbereiden. Dus dat gaat toch ook gebeuren vanaf vrijdag en al helemaal vanaf vandaag over een week? Ja, maar ik hoop dat het dan echt
echt op grote schaal ook helemaal op orde is. Ik heb daar nog steeds grote twijfels bij of dat allemaal op orde is. Omdat we straks niet deze 500.000 vaccins hebben, maar dat het over miljoenen gaat. Dat moet je in een heel rap tempo moet je al die mensen kunnen gaan inenten. Ja, dat moet dan echt allemaal klaarstaan. Dat kun je voorbereiden. En dat is waar ik het kabinet voor verantwoordelijk hou. Niet of er hoeveel vaccins er komen, want dat is echt waar je geen invloed op hebt. Nee, maar goed, dat verandert nogal met de dag. Je moet voorbereid zijn. Dat maakt niet uit. Dat vind ik dus echt geen excuus. Dat hoor je voortdurend. Nee. En daar ben ik wel echt klaar mee, om heel eerlijk te zijn. Ja? Iedere dag verandert de informatie die we krijgen. Nee, dat maakt niet uit. Als die vaccins komen, zijn wij klaar. Weken geleden, ik meen dat het in november was, heb ik samen met de VVD, hebben wij hier ook nog om gevraagd. Het enige belemmering om niet te gaan inenten is dat die vaccins er niet zijn. Dus de gebouwen moeten er zijn, de mensen moeten er zijn, de hele infrastructuur moet op orde zijn. Ja. En verdorie, die vaccins liggen in Nederland en we zijn nog steeds niet aan het inenten. Dat is gewoon niet goed. Nee, goed. Daarvan zegt de minister dan, we hebben de strategie moeten wijzigen, want de Gezondheidsraad heeft ons min of meer opgelegd dat we eerst de ouderen in de verpleeghuizen moeten gaan vaccineren. En toen bleken die verpakkingen te groot te zijn. En daarop hebben de GGD's gezegd, ja jongens, oké, dan gaan we om. Wij waren eigenlijk pas ingeroosterd vanaf augustus. Wij schalen nu als de sodemieter op en we staan klaar. In oktober was al bekend dat deze verpakkingen zo groot waren en daar is niet op gereageerd. Mijn punt is, nogmaals, als er iets onverwachts gebeurt, daar kan niemand iets aan doen. Daar zal ik nooit een minister voor verantwoordelijk houden. Maar als je de informatie op tijd hebt, moet je daarna handelen. En dat gebeurt keer op keer niet. En dat is echt problematisch. Omdat het namelijk over de gezondheid van Nederland gaat. Als wij niet al die mensen in de zorg zo snel mogelijk inenten, komt de capaciteit daar in gevaar. En als jij dan die zorg nodig hebt omdat je corona krijgt, of omdat je iets anders hebt, dan zou je echt wel willen dat er een weekje eerder was begonnen. Wanneer is het geduld op? Aan uw kant? Nou ja, dat begint wel langzaam op te raken. En ik wil morgen dan ook echt wel de erkenning van het kabinet en van de minister-president dat er een probleem is in het functioneren. En ik wil gewoon concrete stappen horen hoe we dat gaan oplossen. En anders? Nou ja, en anders zien we dan. Maar dit is de eerste stap die we moeten zetten.